eerste testopname op zaterdag 19 september 2015, dus duidelijk na Nels dood. Even kijken hoe het gaat in 4K. Dit is een ander beest. Ik zal even dat bakje wegdoen. Dit is mijn geliefde Miesje. Hoi Miesje. Miesje is een lieve poes, hè? Ja, even een mooie close-up van Miesje. Hé, Mies? Grap, zei ze. Ik moet even wat soep aanvullen. Ze hebben hier een ander bureau neergezet. Na Nels dood. Dat is mooi. Een stoel waar ik net af heb. Ik hier zo bij. Kijk, ze een hele mooie kat. Het is niet echt aaibaar, die dikkert, maar het gaat. Oh, ze hebben weer een ding erop gezet. Even eraf gooien. Kan er iemand op zitten? Hoi. Dat is het leuke varkentje van mij. Half om half, hè. Hier. En dat is Noah. Hoi Noah. De glimlach nog steeds, hè. Hoi, dat varkentje. Hallo. Poes. Daar zit er een ouder in het aanrecht. Die heeft ook nog eten. Mauw. Mauw, weet jij, hè? Ja. Ja. Kijk, dat is mijn lieve poesie. Ja, hè? Je bent lieverd, hè? Een lieve poes ben jij, hè? Ja. De autofocus is inderdaad niet echt snel met dit licht. Ik ben even aan de test draaien. Kijk, een mooie schildpad ben jij, hè? Hoi. Kijk, dat is Tijger, hè? Die zit hier ook nog steeds. Fontein is gedemonteerd, weet ik niet waarom. Okay. Gaan we naar de achteren even kijken hier zo. Dit is geen moment waar de wasseret is. Op zelden nog. Ze hebben ze lekker aan het kotsen zijn ze geslagen. Kijk maar. De hele gang ligt er vol mee met ondertering zo. Dit is ziekenvoeg, hè, wat tegenwoordig quarantaine is. Kijk. Oh, grap, zei die. Hey. Dit is een klein kittetje hier zo. En hier een poezemoes. Dat is een afstandspoes. Een poes. Poesemoes. En hier zit een kippenboskat. Nee? Een kippenboskat? Ja. Je autofocus is langzamer op 4K, dat is duidelijk te zien. Hé, poesemoes? Ja, poesemoes? Wat zegt poesemoes? Maar? Ja, mauw. Wat poesemoes. Waar? Waar? Hé, hey, poesemoes. Dit is de eerste losloopkamer. Er zitten ook nog een paar bekende. Deze liep er. Ga eens even naar binnen, schat. Oeh, kijk, dat is Romy. Dit is een kat die mij altijd wil beetpakken hier zo. Deze kater. Ja, lieve poes. Mooie schildpad, hè, ben jij? Ja. Kijk, dat hebben ze ook veranderd. Die, ze hebben dat flatgebouw, wat ik dan noem, hebben ze nou hier neergezet. Ja. Kijk, er loopt op de gang, loopt iemand.
gek en daar zit een soort Scottish Fold-achtige kat. Dat is best grappig eigenlijk. Hé, hier ben je een soort Scottish Fold. Kijk eens in de lens, kunnen ze je oren zien. Wel een lieve kat hoor. Een oudere kat ben jij, hè? Mag niet op je rug zitten, hè? Jij bent ook een mooie, hè? Met een stip op je neus. Mauw? Ja? Dan loop je naar achter. De tweede losloop, tegenwoordig zit daar geen sleutel meer in. Kijk, het is een logé. Hey, even naar binnen. Dit is een snorremans, hè. Dit is een mooie zwart-witte kat. Weet niet wie dat is? Het is een hele mooie sieperrood met witte kat. Kijk, daar komt hij. Het is een hele mooie kater, hè. Lekker een dikke kater. Mooie kater ben jij. Dus dan valt het wel mee. Als je hem even op het manual zet. Maar hij staat nog op zoom. Kijk. Die moet ik op autofocus zetten. Op focus. Ja, ga even testen draaien. Een mouw, zegt hij, hè? Ja. Nou, even kijken hoe het met het focus gaat. Focus is auto. En een andere keer druk dus een focus manual. Oh ja, dan kan je hem inderdaad scherp stellen. Ja, het gaat goed. Mauw, zegt hij, hè? Mauw. Kijk, dan gaan we weg en weer op autofocus over. Ja, mauw. Oké, het werkt dus goed. Kijk, ik zocht die oude. Het zit een beetje in tegenlicht, dat kan ook. Het is een hele lieve oude poes, hè. Ja, ook hier is ze niet meer, hè. Die wilde ergens anders.